Nederlands. Extra journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een kogelregen in Monte Carmelo in deze wijk. Monte Carmelo is in de afgelopen weekend, in de afgelopen dagen, 4 keer een incident geweest van onbekenden die hebben geschoten. De laatste keer, gisteravond, of eigenlijk vanochtend vroeg, zijn er 27 hulzen teruggevonden. Het is dus echt een hele vervelende situatie waarbij de politie onderzoek doet en waarbij het opmerkelijk is dat niemand iets weet of iets heeft gezien. Dus er wordt geschoten, maar de bewoners zelf hebben het niet in de gaten wie het doet. Maar gevaarlijk is het zeker. We moeten open zijn over aangiftes, dat zegt Gwendol Marcelina, de parlementariër van de PNP en lid van de enquêtecommissie HNO. Hij heeft een brief gestuurd aan de voorzitter van het Curaçaose parlement en aan de voorzitter van de enquêtecommissie. Daarin benadrukt hij dat als er aangifte wordt gedaan, de bevolking meteen op de hoogte moet worden gesteld. Hij zegt dat naar aanleiding van het begin van de openbare verhoren, toen de voorzitter van de commissie aangifte had gedaan bij het OM en dat pas later bekend werd. Marcelina pleit ervoor om zo open mogelijk te zijn naar de bevolking van Curaçao. Afgelopen zaterdag werd trouwens Tichno Puriel door de commissie gehoord. Hij is SG, secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Politour krijgt nieuwe opzet, dat zegt de minister van Economische Ontwikkeling, Luis-Sandro Seintje. Onder hem valt Politour, dat is zeg maar de toerismepolitie. Die hebben lange tijd zonder vergunning gewerkt. Nu zijn er mensen van Securitas die werken namens Politour. Maar eind van deze maand loopt een contract af en Seintje benadrukt 2 dingen. We gaan door, maar wel in een andere structuur. Daar is hij nu mee aan de slag, maar het is belangrijk dat er een politieorganisatie is die speciaal voor de toeristen werkzaam is. Pisas bezoekt Playa Piscadó. Het is een populair strand op Bandabao, Playa Piscadó, waar toeristen komen, lokale mensen en waar vissers aan het werk zijn. En soms wringt dat wel eens. Het is soms zo druk, het is echt populair, dat de mensen er vanaf zien om daar even te stoppen om vis te kopen. En dat is niet de bedoeling. Minister-president Kilmar Pik-Pisas is een kijkje gaan nemen en zag dat het druk was en denkt nu na, samen met mensen van VIBA, de organisatie die zich bezighoudt met Bandabao, om misschien meer parkeerplaatsen te plaatsen, om ervoor te zorgen dat mensen die vis willen kopen eventjes kunnen parkeren, daarna weer weg kunnen gaan. Maar het toerisme moet door blijven gaan, maar het werk van de vissers en de verkoop natuurlijk. Ook al dus Pisas. Auto vliegt in de brand, heel vervelend. Afgelopen weekend in Otrabanda in de Nanistraat is een auto, naar het eruit ziet, zomaar in de brand gevlogen. Grote rookontwikkeling, veel vlammen. De bewoners waren ook erg bang, wisten niet wat er aan de hand was. Het betreft een huurauto. Wat zich precies heeft afgespeeld, dat is nog de vraag. Maar de brandweer was in ieder geval op tijd bij om te zorgen dat het huis niet in de brand vloog. De auto is eigenlijk helemaal uitgebrand. En dan Giovanni Franke. Hij sluit zich aan bij de technische staf van de nationale selectie. Giovanni Franke is bekend als oud-trainer van ADO Den Haag. Hij speelde als voetballer onder meer voor Dordrecht en RKC en doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord. Hij is 44 jaar en hij heeft zich meteen aangesloten bij de technische staf van Curaçao als assistent coach. Vandaag vertrekt een groot deel van de selectie naar Turkije toe. Want zoals u weet, in de komende dagen staan daar 2 proefwedstrijden voor de deur. Het gaat om vriendschappelijke wedstrijden tegen Hull City en Alanyaspor. En deze wedstrijden zijn een voorbereiding van de WK-kwalificatiewedstrijden die op 5 juni op Curaçao plaatsvinden. Waarbij we spelen tegen Barbados en op 8 juni uit tegen Aruba. Verkiezingen voor CU 2024. De verkiezingen zijn achter de rug. Juliana Macias Tenorio is Reina CU 2024. Dat gebeurde bij landhuis Santa Marta. En dit weekend was er ook de verkiezing van Willa CU, dus de CU-oma van het jaar. Dat zijn dames tussen de 61 en 80 jaar. Dat werd georganiseerd bij Hofie Sterke Jerke en dat werd door de 15e keer gedaan. Hele CU heeft nu de Cantador Mayor, de Reina, de Wela. Alles is klaar volgende week voor de daadwerkelijke optocht. En Pabien naar zowel de Reina als de Wela CU.
Even een break, zo bij u terug. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batching plant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribische. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Curaçao, want de meteorologische dienst heeft een weerwaarschuwing afgegeven vanochtend. En dat gaat om een code geel. Deze voorzorgsmededeling is geldig voor de noordelijke en oostelijke kustgebieden van ons eiland. En daarbij worden ruwe zeecondities verwacht die delen van de kust kunnen bedreigen. Eigenlijk, kleine bootjes, wees voorzichtig. Zwemmers, mag wel zwemmen, maar ga niet te ver uit de kust. Het wordt verder in de gaten gehouden en mogen er meer codes komen, dan laten we het u deze week weten. Dan gaan we naar Aruba, want die moeten we vandaag feliciteren met de Dia di Himno y Bandera. Het is de dag van het volkslied en de vlag. En dat is een bijzondere dag. Pabieng Aruba. Afgelopen vrijdag was er al in San Nicolaas een culturele parade. Daarbij waren ook minister-president Evelien Wever-Kroes en haar collega-minister Xiomara Maduro aanwezig. Ze waren blij en werden geïnspireerd door wat de kinderen tijdens deze parade naar voren brachten. Het was inderdaad een hele mooie, kleurrijke parade. Nog meer kleurrijks is in Curaholanda. Dat is een galerij, Bagira, die wordt komende zaterdag geopend. Het is een kleurrijke galerij midden in Curaholanda, wat sowieso steeds drukker is. En wij kwamen een kijkje nemen en werden ontvangen door Bagira. En die vroegen we ook meteen wat de mensen kunnen verwachten als ze een kijkje gaan nemen. We zijn bij Curaholanda en er is een nieuwe galerij geopend, Bagira. Het is in het centrum van Curaholanda en we gaan even een kijkje nemen. Volgens mij is het mooi. Hallo, hoe is het? Welkom. Dank je. We zijn hier in een nieuwe galerij van Bagira. Hartstikke mooi. Mooi werk. Welkom. Wat kunnen we verwachten de mensen die in deze galerij komen? Ja, onze opening is 23 maart. Mm-hmm. Op een zaterdag van 12 tot 9. Er komt een nieuwe serie die ik heb gemaakt in samenwerking met Erlisha van Urban Roots. Ja. Het is een serie die heet Rooted. Het gaat over onze roots en alles over haar, haartechniek en ook mijn afkomst. Ik ben half Algerijns, dus dat heb ik ook in de serie in verwerkt. Dus het wordt een hele mooie serie van 6 nieuwe schilderijen. Er zijn ook prints ook beschikbaar van. En ook
andere nieuwe werkstukken te zien op die dag. Dus, er gebeurt zoveel, je kunt het bijna niet allemaal onthouden wat er gebeurt. Maar 23 maart, dan is de opening van de nieuwe galerij. Die is ook genoemd naar jouw naam. Ja. Het is midden in het centrum van Kuraulanda, wat steeds drukker wordt, steeds meer bedrijvigheid. Ja, ja. Vanaf de 23e zal het ook open zijn. Mensen kunnen gewoon binnenlopen en dergelijke. En op die manier wil jij je meer laten zien aan de bewolking van Curaçao. Ja, ja, en onze openingstijden zijn vooral meer 's middags, 's avonds. Dus het is echt voor de lokale bevolking vooral. En in de toekomst ook andere artiesten kunnen hun werk hier exposeren. Dus het is niet alleen voor mij, maar ook voor andere artiesten. Ook jongeren hebben ook iets speciaals. Als je onder 21 bent, dan krijgen we geen commissie van. Oh, dus dat leuk. Is ook een manier om jonge kunstenaars aan het werk te helpen. Ja, ja, leuk. Ja. En we zijn hier in een mooi pand. Het ziet er nu prachtig uit, maar jullie hebben ook heel veel werk gehad om het zo mooi te krijgen. Ja, dit was een opbergruimte. Dus wij hebben allemaal plafonnen eruit gehaald, muren weggehaald. Dus alles echt een open space te creëren voor een galerij. Een mooie dagverlichting, dus dakramen geplaatst. En gewoon een leuke moderne sfeer. Dus we wilden natuurlijk ook dat de werk echt terecht komt in een mooie neutrale sfeer. En tijdens de opening op 23 maart zijn er ook allemaal activiteiten, muziek en dergelijke. Klopt, wij hebben ook een live DJ. Hij zal spelen vanaf 5 uur ongeveer tot sluit. Goed zo. Ja. Iedereen is welkom, iedereen kan komen kijken. En als je niet de 23e komt, kom je gewoon een van die dagen daarna. Ja. Hey, precies. Bedankt. Dankjewel. Zoals gezegd, aanstaande zaterdag 23 maart gaat het open tussen 12 en 9. En vanaf 5 uur 's middags is er een live DJ met Ampiano en Afrikaanse vibes. Dan gaan we naar het internationale nieuws, want president Poetin in Rusland heeft de presidentsverkiezingen voor de 5e keer gewonnen. En een van de eerste buitenlandse staatshoofden die hem daarmee feliciteerde was de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Hij zei trots te zijn op Poetin omdat hij met meer dan 87% de oorlog heeft gewonnen. Hij heeft het hele westerse imperium verslagen, aldus Maduro. En hij geeft aan dat daarmee de waarden van het Russische volk zijn gedemonstreerd. Dit markeert een lange route naar de oprichting van een nieuw Rusland, een groot Rusland, aldus de president van Venezuela. En dan gaan we naar Brazilië, want daar zijn hele hoge temperaturen gemeten. Er zijn temperaturen gemeten van 37 tot 38 graden, maar soms zelfs 42 graden. Gevoelstemperatuur kan stijgen tot 60,1 graden en dat is enorm warm. Veel mensen in Rio de Janeiro zoeken open ruimtes en schaduw in een park op nu de nieuwe hittegolf Brazilië heeft getroffen. Mensen waarschuwen ook voor de gevolgen van ontbossing omdat die de oorzaak zou zijn van deze extreme hitte in Brazilië. Wordt ongetwijfeld vervolgd, we houden het voor u in de gaten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer. Het allerbeste, tot ziens, dag.